Hoi, hier weer een nieuwe video van Dutch Digital Dude met Nederlands commentaar en Engelse subs. Ik wilde eigenlijk in deze video laten zien hoe je een al mooie foto nog specialer kan maken. Dankjewel Mirjam voor deze prachtige foto van Sora. Dit is het eindresultaat en ik wil dat laten zien dat je dat in 10 minuten kan maken. We beginnen met een gewone JPEG van de foto van Sora en gaan daar iets speciaals van maken. Ik heb een paar, twee fotootjes, kleine fotootjes van internet gehaald om, om de foto daar mee op te leuken. Op het moment dat je ze gewoon in Photoshop dropt, komen ze als smart object terecht op je foto als een nieuwe layer en kun je meteen direct de grootte aanpassen. Je houdt dan de shift toets ingedrukt, waardoor de proporties zeg maar hetzelfde blijven, de verhouding. Er zijn twee manieren om eigenlijk de boel in elkaar te mixen. En de eerste die ik je laat zien is gewoon om de blend mode te veranderen van de layer, in dit geval van de vis. En het nadeel daarvan bleek te zijn dat de vis dus minder gekleurd werd. Dus we gaan meteen over naar de tweede mogelijkheid en dat is een heel simpel, de layer blijft gewoon in de normale blend mode. Je zet er een masker op en gaat dan met een zwarte borstel over alles wat je weg wil hebben. Dan gaat de magie gebeuren, dat is Photoshop. Layers, die spelen een grote rol. Je haalt alles weg in dit geval, alles wat je niet nodig denkt te hebben en je laat de rest staan. Daarna ga je naar de layer zelf en de blend mode met de alt, met de option toets ingedrukt. Ga je het wit bij elkaar brengen om te zorgen dat het niet meer te zien is. Daarna gebruik je de move tool. Eerst brengen we nog eventjes het masker over de layer en dan ga je naar de move tool en kopieert met de option toets ingedrukt. Gewoon drie van die visjes en sleep ze naar de plek waar je ze nodig hebt. Om te voorkomen dat ze eigenlijk niet zo op elkaar lijken, zijn er veel transform tools om te zorgen in Photoshop dat je er iets aan verandert. Eén daarvan is verdraaien en hiermee kun je de volledige verhoudingen veranderen. Dus een beetje spelen en dan zal je zien dat het heel makkelijk is om iets te vervormen. Het meest gebruikt is eigenlijk het free transform gereedschap, dus een vrije transformatie gereedschap. Met command T kun je die zeg maar oproepen en dan kun je draaien en vergroten en verkleinen, zoveel als je wil. Het puntje in het midden wat je ziet breng je naar het punt waar zeg maar de draai moet gaan beginnen. Dat zo makkelijk is dat. En dan breng je de grootte en de hoek van de vis in verhouding, zodat ze een beetje minder op elkaar lijken. Dat maakt het wat realistischer. De foto was sowieso wel leuk, maar dit geeft toch weer een speciaal effect aan de foto zelf. En dit is makkelijk te realiseren, omdat internet natuurlijk vol staat met fotootjes. Tweede fotootje dat ik gebruikt heb, is een soortgelijke foto, maar daar wil ik alleen het water van gebruiken. Op dezelfde manier komt het binnen. Je dropt hem gewoon op de foto, komt als smart object binnen. Je kunt meteen de verhoudingen, de grootte kun je aanpassen met je cursor. En je kijkt even als je zeg maar, de blend mode, de opacity iets minder maakt bovenin. Dan kun je zien wat je doet en dan zet je hem op de juiste plek. Ook hier weer. Ga je naar het plaatsen van deze layer, ga je er een masker op zetten. En als je het masker erop gezet hebt, ga je dan weer met een zwarte borstel
alles weghalen wat je niet nodig hebt. Het is echt niet moeilijk, je moet alleen even vinden waar alles zit en hoe het werkt. Zoals je ziet, het kost niet veel tijd. Je maakt een mask met de onderste icon. Onder het layer, de layer channel zit een icon wat lijkt een beetje op een icoon met een zwart gaatje in het midden. En dat is een masker. En daarna ga je gewoon met de zwarte borstel ga je er over alles heen wat je kwijt wilt. En je laat staan wat je wil houden. Daarna ga je naar de layer, klikt dan met je twee keer op en je gaat de blend mode van die layer met de Alt-toets, Option-toets ingedrukt, ga je aanpassen zodat het wit bij elkaar komt, zoals je ziet, en het lijkt alsof het eigenlijk in de foto hoort. Daarna is het nog een kwestie van een klein beetje weghalen, weer op het masker met zwart getekend. Alles wat je met zwart betekent op het masker, dat verdwijnt. En dan haal je de kleine dingetjes nog even weg, wat je net over het hoofd hebt gezien. En daarna is het dan tijd om met de clone stamp, het meest powerful weapon van Photoshop, om daarmee mee dingetjes te gaan klonen, zodat in dit geval het water van de vis een beetje naar elkaar toe komt. Je maakt een nieuwe layer aan en doet niks anders als option klik en kijkt wel even of alle lagen zijn geselecteerd bij het clone stempel, zodat je alle lagen aan het klonen bent. En dan pak je gewoon een beetje water van beneden naar boven. Daarna dacht ik zelf van nou, het water is iets te hard aanwezig, dus ga ik in de transparantie van die layer van het water ga ik iets terugbrengen. Eerst kijk ik of ik het met de blending mode kan doen, maar dat lukt niet echt. Dus ik gebruik de transparantie slider van die laag om het iets transparanter te maken, waardoor het iets realistischer wordt. De foto is zelf natuurlijk een beetje een virtueel geheel, want iedereen ziet meteen dat dit niet kan, maar het maakt hem juist wel speciaal. Het eerste wat ik aan denk is als ik een foto goed vind, is hoe maak ik hem beter. En dat is eigenlijk wat ik met Photoshop doe. Je wordt een artiest en je zorgt ervoor dat een foto interessanter wordt om naar te kijken. Je zet je naam er nog even bij met de text tool. Die kies je links uit de toolbar en plaats dan gewoon je naam op de plek waar je wil. Ook dat zal geen problemen veroorzaken. De blending mode is interessant omdat die anders erg aanwezig is. Hier kies je voor het bedekken, waardoor met de rest van de foto wordt vermenigvuldigd, zeg maar, gekoppeld. De allerbelangrijkste zijn color gradient maps, om te zorgen dat de dingen die je erop zet, de objecten, lijken alsof ze in het licht van de foto horen, dus eigenlijk bij elkaar passen. Color gradient maps zijn zo belangrijk dat op het moment dat je klaar bent, ga je zorgen dat het bij elkaar hoort. Die plak je dus over de foto waarvan je eigenlijk tevreden bent heen. En die kies je onder je layer styles met dat kleine wit-zwart ronde icoontje helemaal onderop zo'n color gradient. Nou zijn we eigenlijk al klaar, maar ik ben nooit tevreden, dus ik ga hem nog wat scherper maken. Ik dupliceer de layer nadat ik er één laag van heb gemaakt en ga met een hoog doorlaatfilter een klein beetje de dingen die nog te zien blijven verscherpen. Dat doe ik door de blend mode te veranderen in bedekken. Daarna breng ik iets de transparantie terug van 100 naar 50% om alles realistisch te laten en alles is extreem veel scherper als je dat thuis gaat bekijken. Nog een keertje een color gradient map, heel belangrijk, zodat alles bij elkaar lijkt te horen. Er zijn nog meer trucjes voor, maar dit is dan één hele belangrijke. En hier bepaal je ook een beetje de warmte of het koude. Ik vond eigenlijk water is koud, dus ik maakte de foto iets kouder als het voorbeeld wat ik heb gemaakt voordat ik deze video maakte.
hier de originele foto. En dit is eigenlijk het uiteindelijke resultaat geworden. Bedankt voor het kijken en ik kijk uit naar het maken van de volgende video. Dit zal er een zijn met hoe een doorgescheurde foto gerepareerd kan worden met Photoshop. Tot de volgende keer.